Nou ja, ik ben natuurlijk 7 jaar lang wethouder geweest in Venlo en ook de Floriade-wethouder. Dus ik ken dit gebied nog heel erg goed toen ik nog Floriade was. De aanloop daar naartoe, de afwikkeling en nu die fantastische campus die hier sinds een paar jaar verrijst midden in het mooie Noord-Limburgse land. Ja. Ja, we zijn hier natuurlijk vandaag met het Limburgs parlement, hè, met de staten. En ze gaan in juni gaan ze een groot besluit nemen over alle 4 de campus. Het is niet alleen over deze, maar ook de campus in Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen. Ja, wat heel belangrijk is voor de toekomst van Limburg, en dat hebben we ook gisteren gezien met het besluit rondom de Einstein-telescoop, waar het kabinet 1 miljard vrijmaakt voor de ontwikkeling van de Einstein-telescoop, is dat kennis, wetenschap, maar ook ondernemerschap hand in hand gaan in onze mooie provincie. En als we hierop blijven doorinvesteren, we die toekomst voor onze jeugd, voor onze jonge Limburgers die hier opgroeien, die zich kunnen laten opleiden, die ook genieten van het mooie culturele leven, dat we die ook echt een fundamentele, goede, brede toekomst kunnen bieden. Rondom die campussen onder andere. Die spelen echt een essentiële rol. Ja. Nou, wat je ziet is gewoon heel belangrijk is ondernemerschap. Daar hebben we nu ook het gesprek over met de ondernemers. Dus wat ik hoop is dat nog meer ondernemers in Noord-Limburg zich wenden tot die campussen. Dat is echt veel te halen. Dat is ook een opdracht van de campussen zelf. Hè. Dus dat is niet alleen wat ik bij de ondernemers denk. Als we die wisselwerking goed voor elkaar kunnen krijgen, dan denk ik dat we alweer een grote stap met elkaar maken. En ik denk dat het een belangrijke rol voor de provincie is om ervoor te zorgen dat we heel lang in de toekomst ook deze campussen blijven behouden. En dat ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Dus ik denk dat voor iedereen die hier vandaag is, is wel een opdracht te formuleren. En mijn opdracht is om in ieder geval aan het parlement dat op een goede manier uit te leggen.